nog gieten. Die in mijn benen heeft gebeten. Die nu blauw. Kijk, het wordt gewoon blauw, hè? Oh, dat is wel heel stout via Mo. We hebben wel lief achter me. Heb je spijt? Hé hey joh, doe het gewoon lekker nog een keer. Nou. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik iets heel erg leuks voor jullie aanbereid. Ik heb namelijk 5 typerende dingen aan Mojito. Dus dat zijn 5 dingetjes die Mojito doet wat bijna geen enkel ander paard doet. Wat gewoon gekke dingetjes, gekke leuke dingetjes, makkelijke dingetjes zijn die hij doet. Dus ben je nou benieuwd wat het is, blijf dan zeker kijken. En ik heb er nu 5 voor jullie. Noora vindt het al heel interessant. Ik heb er nu 5 voor jullie. En als jullie deze video leuk vinden, doe dan nu alvast een duimpje omhoog of achteraf als je hem gezien hebt. Dan maak ik nog een deel 2 van deze video, want ik heb namelijk nog meer dingen die Mojito typeren. Maar in deze video laat ik er 5 van jullie zien. En aan het einde van de video, deze heb ik nog iets speciaals. Dus blijf zeker kijken tot het einde van de video. Nou, een van de eigenaardigheden van Mojito is dat hij zonder Bix niet de trailer op gaat. En vroeger liep hij altijd heel erg braaf de trailer op. En toen heeft hij een tijd gehad dat hij het echt niet deed. Ook al gingen we er met longeerlijn achter of iemand met zo'n kleine Bix-schep daarachter staan. Hij ging er niet in totdat we dus iets uitvonden. Maar ik zal laten zien dat hij zonder Bix loopt hij er niet in. Kom. Kijk, hij verzet geen stap of gaat zelfs achteruit. Oh, dit valt me dan weer mee. Maar, kijk, dan gaat hij de andere kant op. En erop zal hij dus echt niet gaan. Maar, als ik dus een Bix bak heb, een grote open bak, dan doet hij het wel. Ik pak hem er even bij en laat ik het aan jullie zien. Nou, dit is dus een open bak en Mojito rent er een soort van in. Het is echt bizar. En ik beloon hem natuurlijk daarna wel altijd dat hij er braaf in ging. Maar zonder die bikslag gaat hij er echt niet in. Nou, ik ben net terug van wedstrijd, maar daar heb ik ook gelijk nog een eigenaardigheidje van Mojito. Want altijd als ik hem uit de trailer ga halen, waar ik ook ben, zoals nu ben ik gewoon terug op stal. En hij weet waarschijnlijk ook dat hij gewoon terug op stal is. Maar altijd als hij dan de trailer uitloopt, dan blijft hij altijd zo met 2 voorbenen erop staan. Dan gaat hij altijd eerst zo omkijken waar hij is. En dan pas gaat hij verder naar achteren. En dat doet hij altijd. Dus ik ga jullie laten zien wat ik precies bedoel. Maar als hij dus naar achteren loopt, gaat hij altijd even: oh, daar zijn we! Nieuw, leuk! Dus we gaan even kijken of hij dat nu ook doet. Als hij van de trailer af is. Maar hij kijkt dus altijd even van: oh, waar ben ik weer? Weer nieuw, leuk. En dat doet hij dus echt altijd. Nou, wat Modus ook altijd doet als ik hem op de poetsplaat ga zetten om te poetsen en te zadelen. Oh, hij is er nu niet meer eens. Dan gaat hij uit het raam kijken. En er zitten tralies voor dat raam. Dus hij kan vrij weinig zien. Dat raam is ook altijd een beetje vies. Maar hij gaat altijd eerst even uit het raam kijken. En dan breidt hij zich verder door. Zodat hij goed staat. Dus ik zal het even aan jullie laten zien. En soms kan hij het ook echt super lang doen. Dan staat hij echt, dan kan hij echt al 5 minuten uit het raam staan kijken. En soms als ik wat haast heb, dan neem ik hem. Mag hij heel even kijken. Maar dan neem ik hem mee. Kom. Maar hij wil altijd eventjes uit het raam kijken. Wat er ook is. Dus kijk, dat is dit raam. Er zitten dus tralies voor, dus hij zal waarschijnlijk niet echt heel kunnen zien. Kijk, hij gaat altijd uit het raam kijken. Met die oren naar voren doet hij net alsof hij ontzettend veel dingen ziet. Maar het is helemaal niet zo bijzonder volgens mij wat hij ziet. Maar hij gaat altijd uit het raam kijken en soms kan ik hem ook zo laten staan. Als ik ga poetsen, blijft hij gewoon uit het raam kijken. Dan verzet hij geen stap en daarna draait hij door. Maar hij moet dus altijd eventjes uit het raam kijken. Een typerend dingetje aan Mo, en dat heb ik al vaker in video's genoemd, is dat hij de hele dag bij Kiara en Giel staat. Dat zijn dus deze 2, die heb ik in een voorstelvideo ook wel genoemd. Maar hij staat er echt de hele dag bij. Zodra ik hem hier in de loopzaal zet, toen ik er straks terug van wedstrijd kwam,
Toen was het gelijk, waar zijn ze? En hij liep er gelijk op af. En echt de hele dag. Ze lopen constant met z'n drieën. En soms lopen ze in een rijtje van groot naar klein. En staan ze zo van groot naar klein. Dus dat is echt super grappig. En ja, Moa dus ook toen hij hier weer terug op stal kwam. Toen zag hij ze. En dat was echt heel mooi. En ze, zelfs na 3 maanden dat ze elkaar niet gezien hadden. Waren ze gelijk weer met z'n drieën dikke vriendjes. Dus, maar ik ben wel blij dat Mo vriendjes heeft. Ben je moe? En Het laatste typerende voor deze video aan Mojito is dat hij eigenlijk een soort van zindelijk is. Zo wordt het hier genoemd, de meneester, de eigenaresse, dat het paard zindelijk is. Want wat Mo namelijk doet, als hij in zijn stal staat, dus hier legt dan nu zijn voer voor vanavond, dan staat hij te eten. En als hij dan moet mesten, dan loopt hij, dan draait hij zo om. En dan gaat hij hier achter in een gleufje, een soort klein gleufje, gaat hij mesten. En heel af en toe doet hij nog wel eens ergens anders in de stad. Maar meestal doet hij het hier. En dat is echt super handig met uitmesten. En we hebben zelfs een paard, loop maar even mee, dat is in een andere stad. Die poept echt tegen de muur aan. Dus er zitten gewoon allemaal die staartvlekken zo op de muur waar die mest uitkomt. Dat is echt bizar. Dat is deze stad. Dat paard gaat dus ook steeds. Zo hier tegenaan staan, met zijn kont hier en dan mest hij. En hier bij deze stal laten we meestal de achterste gleuf gewoon helemaal open. Dan leggen we geen stroom, dat ik daar alleen maar mest. En dan iedere dag kunnen we het er zo uithalen, snel met een schep. Dus dat, eigenlijk is het heel makkelijk dus als een paard zindelijk is. Maar Mojito doet dat dus ook een beetje en daar ben ik super blij mee. Want dat kost alleen maar minder moeite met uitmesten. Dus ja, dat vind ik heel grappig. Maar ik had jullie aan het begin van de video nog beloofd dat ik een speciaal iets had voor aan het einde van de video. Want zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben vandaag een wedstrijd geweest. En dat ging ontzettend goed. Ik was op mijn eerste parcours derde en op mijn tweede parcours eerste. En dat voor mijn derde wedstrijd in de L. En ik heb 4 winstpunten gehaald. Wat betekent dat ik eigenlijk naar de M zou mogen. Ik ga dat nog eventjes niet doen, want ik wil nog wat ervaring opdoen in de L. Maar ik zou al naar de M toe mogen eigenlijk nu. Maar ik wilde niet weer een hele wedstrijdvlog maken, want dat heb ik vorige week ook al gedaan. En die week daarvoor volgens mij ook. Dus ik dacht, ja, dat wordt een beetje saai en eentonig als ik dan steeds allemaal wedstrijdvlogs heb. Dus ik heb voor jullie, als jullie het leuk vinden, zet ik hier achteraan. Na deze typerende van Mojito heb ik mijn springparcours nog van die wedstrijd. Dus als je het leuk vindt om die te kijken, blijf dan even kijken tot het einde van de video. Ja.
Dit waren de 5 typerende dingetjes over Mojito. Als je deze video nou leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Want dan weet ik of ik een deel 2 hiervan ga maken, zoals ik al eerder gezegd heb. En als jouw paard ook nog gekke typerende dingetjes heeft, laat dat even hieronder in de reacties achter. Want ik ben best wel benieuwd wat jullie paarden allemaal doen. En wil jij nou mijn vorige L-wedstrijd zien op het Heideconcours? Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!